De tekst voor de preek vindt u in Matthäus 1, daarvan de versen 1 en vers 17. En ertussenin is een hele lange lijst met namen. Matthäus 1, vers 1, waar staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En dan begint Matthäus met Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En dan vers 17, al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover onze tekst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zo'n hele lange rij van namen. Wat moet je daarmee? Had Matthäus niet gewoon kunnen beginnen bij vers 18, de geboorte van Jezus Christus? Waarom gaat Matthäus eerst zo'n hele lange rij van namen opnoemen? Ik hoop dat u aan tafel er niet alleen gegeten wordt, maar dat u aan tafel ook de Bijbel leest. Geestelijk voedsel. En dan weet ik niet hoe het bij jullie aan tafel is, jongens en meisjes. Maar als papa of mama aan het Bijbel lezen is, of misschien ben jij aan het Bijbel lezen, en er komt dan zo'n hele lange rij van namen. Lezen jullie die dan ook? Ik kan me nog herinneren, toen mijn vader vroeger aan tafel uit de Bijbel las, en ik zat erbij, en mijn vader las dan zo'n hele lange rij van namen voor, dat ik bij mezelf als kind dacht, nou, daar heb je helemaal niks aan. Dat had papa net zo goed over kunnen slaan. En zo kun je ook vanmorgen in de kerk zitten en denken, zo'n hele rij met namen, dominee, sla ze over en preek ons gewoon de geboorte van de Heer Jezus. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. Ja, namen vinden we soms helemaal niet belangrijk, maar soms ook wel. Ik zal u een paar voorbeelden doen. Laatst moesten we in de kerkenraad een nieuwe broeder diaken benoemen. En die meneer heet met de achternaam Van de Brink. En nu zijn er in Putten een heleboel mensen die Van de Brink heten. En toen zei een van de broeders, en van wie is het er een? Want je wilt wel weten, uit wat voor een familie komt deze? Is het uit die familie? Of is het uit die familie? Ik vind het wel belangrijk, hè? Uit welke tak komt die? Er zijn mensen die gaan hun geslachtsregister, hun familie helemaal uitpluizen. Nou, ik heet Jonker. En dan ga je dus uitpluizen in je geslachtsregister. Jonker, Jonker, Jonker. Oh, wat zou het nou mooi zijn als er ook ergens een baron is. He, want een jonker is een zoon van een baron. Prachtig! Maar oh wee, als je daar tegenkomt, Jonker, de stroper. Jonker, de messentrekker. Dat vind je niet leuk. Kortom, wij vinden een geslachtsregister eigenlijk best wel belangrijk. En dat geslachtsregister van de Heer Jezus is dus ook belangrijk. Ja, nog veel belangrijker. Nou, laat ik eerst maar duidelijk zeggen. Jezus Christus is de Zoon van God. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Want Maria, waar het in vers 18 over gaat, is wel met Jozef ondertrouwd. Bijna zijn ze getrouwd. Maar het kindje wat Maria verwacht is niet van Jozef. Maar dat kwam door de Heilige Geest. Dus als je het over Jezus hebt, Jezus Christus, dan heb je het altijd over de Zoon van God. En waarom is nu een geslachtsregister belangrijk? Dat u zult zien dat de Heer Jezus ook echt uit de mensen is voortgekomen. Dat Jezus, de Zoon van God, ook werkelijk mens is.
dat hij ergens staat in de lijn van de geslachten, van de generaties. Een nakomeling van David, de koning. Een nakomeling van Abraham, onze aartsvader. Een geslachtsregister is dus belangrijk om te zien dat Jezus werkelijk mens is. Dan gaan we de geslachtsregisters eens vergelijken. In Lucas 3 staat ook een geslachtsregister van de Heer Jezus. En dat is anders dan Matthäus 1. Ik ga alle verschillen van morgen niet bepreken. Dus als u zegt, dominee, ik heb dat gemist, prima. Ik kan niet alles in één preek zeggen. Maar weet u wat nou opvalt? Als je die twee geslachtsregisters naast elkaar zet. Lucas gaat terug tot Adam. En Matthäus gaat terug tot Abraham. Lucas zegt, hij is de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. Maar zover gaat Matthäus helemaal niet terug. Matthäus gaat terug tot Abraham. Waarom gaat Matthäus nou niet verder terug in de geslachten? Nou, als je die vraag stelt, dan moet je eerst beseffen, als Matthäus de pen in de hand heeft, of als Lucas de pen in de hand heeft, dan is het God de Heilige Geest die Matthäus leidt en stuurt in het schrijven. Dan is het God de Heilige Geest die Lucas stuurt en leidt in het schrijven. Anders gezegd, als u die twee geslachtsregisters ziet, dan heeft dus de Heilige Geest met het ene geslachtsregister een andere bedoeling dan met het andere geslachtsregister. Daar zit dus onderwijs in. Daar zit een bedoeling achter. Lucas de heiden schrijft voor heidenen. Lucas is de enige schrijver in de Bijbel die geen Jood is. En dan schrijft hij voor niet-Joden, voor heidenen, over Jezus, de Zoon van God. Maar hij is ook werkelijk mens, zoon van Adam. Zoals u en jij in Rome, in Griekenland, in Groot-Ammers, in Putten, kinderen van Adam. Zo is Jezus, zoon van Adam, werkelijk mens. Maar Matthäus, de Jood, schrijft voor Joden. En de Joden, die konden zichzelf erop beroemen, wij zijn Abrahams nageslacht. Abraham, onze vader. En nu schrijft Matthäus voor die Joden die in Jezus geloven. Weet u wel dat Jezus, de Zoon van God, net als u, een nakomeling van Abraham is? Mozes en de profeten, ze getuigen van deze Jezus. En Matthäus heeft vele citaten uit het Oude Testament. En hier wijst hij erop, door de Heilige Geest, dat Jezus werkelijk Zoon van Abraham is, een Jood is. Dat verstopt Lucas niet, want Lucas de dokter wijst er wel op dat Jezus op de 8e dag besneden wordt. En op de 40e dag wordt voorgesteld. Zoals bij alle Joodse jongetjes. Maar in het geslachtsregister wijst Matthäus erop, hij is zoon van Abraham, werkelijk Jood. Weet u dat dat voor de Joden nog steeds erg belangrijk is? Want Joden, die hebben helaas heel wat te lijden gehad van christenen. Ik zeg niet van u of van mij, maar door de eeuwen van de kerkgeschiedenis heen hebben de Joden veel geleden van christenen. En ik hoef maar één ding te noemen, kerstfeest in Dachau. Auschwitz. Waar de nazi's zongen van het kind wat geboren is en waarop hun riem stond, God met ons, daar werden Joden vermoord in de gaskamers.
En voor de Joden is Jezus in de eerste plaats een redder van christenen. Niet van de Joden. Maar leest een Jood nu Matthäus 1, dan weten de Jood, zie je wel, deze Jezus, de Zoon van God, is ook werkelijk Jood. Zoals ik, Jood, een Jood ben. God heeft het toch beloofd. Genesis 22, in uw geslacht, in uw nageslacht, enkelvoud, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En in Galaten 3 wordt dat uitgelegd, dat nageslacht is Jezus. Jezus, werkelijk een Joodse zaligmaker. Hij is gekomen eerst voor de Jood en daarna ook voor de niet-Jood, voor de Griek. En wij zijn ingeënt in die goede olijfboom, het verbond wat God met Israël heeft opgericht. Laat ik het maar kort samenvatten, gemeente. Wij kunnen geen kerstfeest vieren. Wij kunnen niet geloven in Jezus, onze redder. Zonder dat we een verbondenheid hebben met het Joodse volk. Want Jezus, onze redder, is uit dat volk geboren. Jezus is de zoon van Abraham, dat heb ik nu wel duidelijk genoeg gezegd. Jezus is ook de zoon van David, de koning. En God had aan David beloofd, jij krijgt een zoon die op jouw troon zal zitten. Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen, 2 Samuel 7. Jezus, de Messias, de Zoon van God, is Zoon van David. En wat hoor ik die blinde Bartimaeus in Jericho roepen? Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. De Zoon van David, de koning. En we hebben ervan gezongen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Nou, daar zou ik heel veel van kunnen zeggen, maar dat kan in een andere preek nog. Het kindje in de kribbe is koning. Hij kwam onder ons heel gewoon. De mensenzoon, Gods zoon, koning en tegelijkertijd knecht. Maar waar eindigt Matthäus zijn evangelie mee? Matthäus 28, dat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is koning. En als ik ze nu samen neem, Abraham en David, dan zou je kunnen zeggen, God heeft dan allebei nageslacht beloofd. En hij komt. God vervult zijn beloften die hij aan Abraham deed, die hij aan David deed. Daar kun je ook een preek over houden. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Wat God beloofd heeft, dat doet hij. Mag ik dat even heel dicht bij jou brengen? Toen jij als kindje, als babytje hier bij de doopvont gebracht bent. Misschien heb je nog wel een foto dat jij een kindje was in een doopjurk. En hier bij de doopvont of bij een andere doopvont. En de dominee deed het water op je voorhoofd. En hij doopte jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toen heeft God aan jou beloofd. Ik wil beter voor jou zorgen dan jouw aardse vader. Toen heeft de Heer Jezus beloofd, ik wil jou schoonmaken van al jouw vuile zonden. En toen heeft de Heilige Geest beloofd, ik wil in jouw hart wonen. Om dat geloof in jouw hart te werken. En dan mag jij je handen vouwen. En dan mag je zeggen, Heere God, u hebt het toch beloofd. Dat u ook in mijn leven mijn God wilt zijn. Zul je doen? Pleiten op Gods beloften dat God het beloofd heeft. Ik ben jouw God. Heere, maak het waar, ook in mijn leven.
En dan denk ik aan de opa's en de oma's en de vaders en de moeders. Misschien is één van uw kinderen, ja, wel gedood, maar afgedwaald. O, wat doet dat pijn bij een vader en bij een moeder als een kind wat je ten doop gehouden hebt afdwaalt van de Heere en van zijn dienst. Maar vaders en moeders, opa's en oma's, dan mogen we toch onze handen vouwen en leggen op de beloften van God. Heere God, u hebt het toch ook beloofd voor dit kind, wat nu niet meer naar de kerk gaat en misschien niet meer bidt. Ik ben jouw God. Heere God, wilt u hem opzoeken? Wilt u haar naar u toe trekken? U bent de machtige. U vervult toch uw beloften? Merk u hoe mooi zo'n geslachtsregister is. Dat God belooft aan Abraham en David en God doet het. Zo is God nog steeds. Wat hij belooft, dat doet hij. Matthäus sluit zijn geslachtsregister af met een wonderlijke tekst in vers 17. Van Abraham tot David 14 geslachten of 14 generaties. Van David tot de ballingschap ook 14. En van de ballingschap tot de geboorte van de Heer Jezus ook 14. Nou is het mooi als je straks koffie gedronken hebt of chocolademelk. Je gaat die namen eens onder elkaar zetten, je gaat ze optellen. Nou jongens en meisjes, dan zouden jullie verwachten. Precies 14, hè? En weer precies 14. En weer precies 14. En dan zou je mij een mailtje sturen en zeggen, dominee, het klopt niet. Want zo, als ik ze optel, klopt de som niet. Nee, dat is zo. Ik ga allemaal niet uitleggen waardoor dat zou kunnen komen en hoe je dat probleem zou kunnen oplossen. Dan heb ik een heel exposé nodig, dat doen we niet. Maar terwijl Matthäus dus weet, het zijn er geen 14, want Matthäus is niet dom, zegt hij toch 14 geslachten. En hij heeft een aantal koningsnamen gewoon weggelaten, dat weet hij ook. Dan zegt hij gewoon 14 geslachten. Het is niet de bedoeling van de Heilige Geest dat u ze gaat natellen. Maar het is wel de bedoeling van de Heilige Geest dat u erover nadenkt. Wat zou er nou bedoeld kunnen zijn met 3 keer 14 geslachten? Dat is moeilijk. Dan heb je eigenlijk pen en papier nodig. Sommigen van u schrijven wat op. Ik zal u een paar uitleggingen geven. En die mag je wat mij betreft gewoon naast elkaar laten staan. Hoewel ik de laatste de beste vind. Nou, we gaan eerst eens even iets Hebreeuws doen. Wij hebben onze cijfers en we hebben onze letters. A, B, C, D. En 1, 2, 3 tot en met 9. En dan komt 10, 11 enzovoort. In het Hebreeuws heb je dat niet. In het Hebreeuws heb je alleen maar letters. En als je in het Hebreeuws 1 wil schrijven, dan gebruik je gewoon de letter A, de Alef. En cijfertje B is dus de 2. En de Gimel is de 3. En de Dalet is 4. En dan komt nummer 6. Dat is de Waaf, de Wouw. En nu is de naam David. Ja, dan moet u ook weer even weten. In het Hebreeuws schrijf je de klinkers er niet bij. David staat geschreven als Dalet, Waaf, Dalet. Dalet, Waaf, Dalet. De D was 4, de Waaf 6. En nog een D is 4. Nou, dat kunnen de kinderen in de kerk wel tellen. 4 plus 6 is 10, plus 4, ja, 14. Zou kunnen, ik weet het niet. Tweede uitleg is ook heel interessant. Gaan we ook weer rekenen. 14, dat is een apart getal. Dat is eigenlijk 2 keer 7, zeggen ze. Dus
twee keer zeven, twee keer zeven, twee keer zeven. En als ik denk aan het getal zeven, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, Shabbat, zeven. Zo tellen ze in het Hebreeuws de dagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan komt Shabbat, 7. 6. Dat is dus 2 en 2 en nog 2. 3 keer 14 is 6 keer 7. Dan zou het kunnen zijn, zegt een uitleg, dat we een wereldgeschiedenis gehad hebben van 6 weken. En nu komt de Shabbatweek. De zevende. De Messias komt. Nu komt de ware rust in de Heer Jezus. En Matthäus schrijft in Matthäus 11 ook nog eens een keer. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Zou ook kunnen. Een derde uitleg. Een generatie, een geslacht wordt wel gesteld op 40, 42 jaar. Waarom 40 jaar? Nou, omdat het geslacht wat uit Egypte vertrok, uitgeleid door Mozes en Aaron, dat moet 40 jaar rondtrekken in de woestijn en dan is die generatie, dat geslacht, uitgestorven. Nou, als je dan 14 keer 40 neemt, is dat zo op en nabij 560 jaar. 560 jaar. En ietsje meer, ietsje minder. Dan is dus van Abraham tot David ongeveer 560 jaar. Van David tot de ballingschap 560 jaar. Of ietsje meer. En van de ballingschap tot de Heer Jezus is ook 560 jaar. Zou ook ongeveer kunnen, ja. Ik kies voor een andere uitleg, de vierde. Nadrukkelijk geeft Matthäus drie verschillende perioden aan, drie gelijke perioden. Hij verdeelt dus de geschiedenis in drie keer een periode. En hoe zijn die periodes te typeren? Nou, net als in een mensenleven. Als je het mensenleven in drie periodes indeelt, dan kun je zeggen van 0 tot 25, 30. Dat is de periode van groei. Word je groot, word je sterk, ga je leren. Kom je tot je hoogtepunt. En dan van 25 tot 50, van 30 tot 60. Nou, dan heb je de tijd van consolidatie, van uitbouw, van werkzaam zijn. Nou ja, en dan vanaf 55, 60, dan gaat het weer langzaam naar beneden. En misschien word je 90 en dan is het einde. Dus één periode van opgang, een periode van een beetje consolidatie en een periode van neergang. En die doe ik even heel diep. Zo typeert Matthäus de geschiedenis. Van Abraham de herdersvorst tot David de koning. Dat is een periode van groei. En van David komen al die koningen. En dat gaat op en neer met die koningen. Maar het gaat eigenlijk neer. Ballingschap. Israël wordt vanwege eigen schuld en zonde weggevoerd naar Assyrië en naar Babel. En na Babel, ja, er is wel even een rest die terugkeert, maar de meesten blijven in ballingschap. En ook na de ballingschap gaat het eigenlijk bergafwaarts, want die Jozef, zoon van David, de prins. Waar is Jozef? Ja, in Nazareth. Een timmerman. Een kleine aannemer misschien. Maar ver bij het paleis vandaan. Ziet u hoe de geschiedenis
bergafwaarts gaat tot in een dieptepunt. En dan op het diepste punt wordt Jezus geboren. Niet uit Jozef, al is hij dan juridisch de vader, maar geboren uit de maagd Maria, de beloofde Messias. En dat daar de nadruk op valt, gemeente, dat zie ik in het Grieks nog meer dan in het Nederlands. Kijk dus in vers 16. Daar staat in onze vertaling Jezus die Christus genoemd wordt. Je kunt Jezus Jezus noemen, maar je kunt Jezus ook Christus noemen, als een soort tweede eigennaam. En wat staat er in vers 17? Van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Zo staat het bij u. En ik snap niet waarom ze dat zo vertaald hebben, want wat staat er in het Grieks? Van de Babylonische ballingschap tot de Christus. Daar staat een lidwoord, de Christus, de beloofde, de Messias. Daar hebt u de ambtsnaam van de Heer Jezus, de gezalfde. Waarnaar uitgezien is, hij wordt geboren op het dieptepunt van de geschiedenis. De Messias, de gezalfde. Daar kun je ook een preek over houden dat Jezus gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester, tot onze eeuwige koning. Leest u het maar eens na in de catechismus. Ik had het in Putten net behandeld op de catechisatie. De gezalfde redder, profeet, priester en koning. De Messias geboren op het dieptepunt van de geschiedenis. De Messias geboren als zoon van David, zoon van Abraham. Voor wie? Nou, dan pak ik nog even mijn Bijbel erbij. En pakt u hem er ook nog even bij. Als we zijn in Matthäus 1, hè, dan ga ik eens met u kijken. En misschien hebt u bij de schriftlezing al een beetje gemerkt. Ik heb sommige namen vrij snel doorgelezen, maar er zit hier en daar wel een addertje onder het gras. Kijk, als er staat in vers 2, Abraham verwekte Isaac. Dat klopt. Maar weet u ook nog van een zekere Ismaël? En weet u ook nog de geschiedenis van Hagar? Daar is ook al iets aan de hand, al staat het hier niet. Vers 3. Juda verwekte Peres en Zera, dat zijn de namen van zonen van hem. En dan wordt er een naam van een vrouw genoemd, bij Tamar. Oei, lezen ze Genesis 37. Tamar, zijn schoondochter, die zich als hoer verkleed had. Ze wordt hier genoemd. Kijkt u eens in vers 5. Salmon verwekte Boas bij een zekere Rahab. Ken jij die naam, Rahab? En als ik jou zeg dat ze woont op de muur van Jericho, weet je dan nog, oh ja, Rahab, de hoer, waar mannen komen die tegen betaling haar lichaam gebruiken. Wordt hier genoemd in het geslachtsregister. En kijk dus in vers 6. David de koning. Wat David de koning doet. Hij krijgt een zoon Salomo. En er wordt de naam van die moeder niet eens genoemd. Maar dan staat er bij haar die de vrouw van Uria was. En er staat was schuin gedrukt. Dus ik moet zeggen die de vrouw van Uria is. Bathseba. Haar naam wordt niet eens genoemd. Maar wel dat ze de zoon, dat ze de vrouw is van Uria. Gemeente, als je zo dat geslachtsregister doorleeft en je ziet ook de namen van allerlei goddeloze koningen, dan zeg je, voor wie is de Heer Jezus geboren? Voor keurig nette mensen? Oh zeker, die staan er ook in het geslachtsregister.
Godvrezende koningen. Voor wie is Jezus geboren? Ook voor die namen die we net even onderstreepten. Voor zondaren. Voor wie is Jezus geboren? Voor mensen die door eigen schuld en zonde de ballingschap in moeten. Voor wie is Jezus geboren in Groot-Ammers? Voor de dominee? Voor de kerkenraadsleden? Voor keurig nette mensen die twee keer op een zondag in de kerk zitten? Christus Jezus is in de wereld gekomen, schrijft apostel Paulus, om zondaren zalig te maken. Zullen we maar naast Juda gaan zitten? En zullen we maar naast David zitten, die overspel bedrijft? Zullen we ons niet te hoog verheffen, gemeente? Want hoe hoger je verheft, hoe minder je de Heer Jezus nodig hebt. Maar als u nou door de knieën gaat bij de kribbe van Bethlehem, naast de grootste van de zondaren, en u komt ze tegen in het geslachtsregister, naast de zondaren, gaat u ook op de knieën. Als u nou het geslachtsregister van de Heer Jezus gehoord hebt vanmorgen, en u leest dan, de Christus wordt geboren, Godzoon, mensenzoon, geboren om redder te zijn. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gaat u dan ook door de knieën vanmorgen? Ja, heel concreet. Je zou zo thuis naar je slaapkamer gaan. En daar heel stilletjes op je knieën neerbuigen voor God. En zeggen, Heere God, wat een wonder. Dat de Heere Jezus uit zulke mensen geboren is. Om zo'n zondaar als ik ben. Te redden van de ondergang. Dat is advent, gemeente. Je knieën buigen. Dat is kerst. Je knieën buigen en je verwonderen dat de Heer Jezus voor zo'n mens als u bent, als ik ben. Niet beter dan die slechtsten in het hele rijtje. Niet beter dan Jonker de Stroper en de messentrekker. Buigen we, gemeente, buigen we onze knieën in verwondering, in aanbidding. Deze Jezus, Zoon van God, Zoon van David, Zoon van Abraham, Zoon van Adam, mijn Heere, mijn Verlosser. Amen.